een moeilijke puzzel. Eigenlijk moet je dynamisch kustbeheer, vind ik, dat is dat je kijkt van hoe robuust is het systeem. Nou, als we allemaal van die ingrepen gaan doen, dan ben je toch wel een beetje aan het tuinieren. Ja. Dus dit is het resultaat van actief niks doen. Na de Sinterklaasstorm 2013 waren er allemaal caravans ontstaan. Was strand, was kustafslag. Nou, daar hebben we even de tijd genomen om helemaal niks te doen. En nou, je ziet het resultaat. 4 jaar geleden kon je daar fietsen en zag je nog de zee. En nu zie je gewoon een mooi blond duin. Geweldig toch? Welkom allemaal bij de digitale excursie van de STOA-dag Dynamisch Kustbeheer 2020. We staan hier op ons doorgaand leggenprofiel, wat verplaatst is naar de locatie waar we nu staan. Als je achter me kijkt, dan zie je waar het doorgaand leggenprofiel voorheen lag, vroeger. Om dynamisch kustbeheer mogelijk te maken, hebben we dat leggenprofiel verplaatst naar deze locatie. Met als doel dat daar een verstijving kon activeren en toestaan. Zoals je ziet lukt dat behoorlijk. Mede lukt dat omdat voor de Natura 2000 opgave hier grijs duin is gepositioneerd. Is er heel veel duindorens verwijderd, waardoor het gebied enorm dynamisch is geworden. Achter ons doorgaand leggenprofiel is nog een opgave neergelegd. Niet voor ons geldt die, maar die is voor de Maasvlakte 2. Dat is de natuurcompensatie. En als hoofddoel 2 duinmeren met als einddoel groenknolorgus. Nou, wat moet gebeuren is natuurlijk dat daar 2 duinmeren blijven. En dat die groenknolorgus daar lekker kan gaan groeien. Echter, de kuststrook is aan de voorzijde zo dynamisch dat al het zand iedere keer in die duinmeren waaide. Nou, dat is natuurlijk in tegenstrijding met de opgave die de Maasvlakte heeft. En wat is nu gebeurd? Ze hebben daar helm neergezet dat het zand van het strand niet in die duinmeren komt. Ja, natuurlijk heel mooi, maar dan komt het zand ook niet meer in ons oude leggenprofiel. En voor de duincompensatie, ja, daar hebben we natuurlijk ook de strandbebouwing. Ja, rond strandbebouwing hebben we daar, maar we hebben ook seizoensbebouwing. En ja, hartstikke leuk, leuke vakantiehuisjes. Maar om die daar jaarlijks weer te zetten, wordt daar de duinvoet afgegraven. Het zand gaat naar zee. En nou, je ziet echt visueel, het is niet door mij wetenschappelijk onderbouwd, maar visueel kan je zien dat links en rechts van de strandhuisjes het duin enorm gegroeid is. Hè. Dat is binnen 5 jaar is het op sommige stukken 7 meter hoger geworden. Door dynamische kustbeheer, door die processen toe te staan. Maar bij die strandhuisjes zie je echt stagnatie. Dus ja, conflicterende belangen. En als we nou hier naar beneden kijken, ja, wat zien we daar ook? Ook heel mooi. Een fietspad wat aangelegd is door de provincie. Nou, het is een waanzinnig mooi fietspad. Je kan helemaal tussen de duinen doorfietsen. Alleen wat gebeurde? Opgave grijs duin, verwijderen van duindorens, heeft dat zand onwijs geactiveerd. Met als gevolg dat het zand op het fietspad kwam. Waardoor mensen vielen en echt mensen zwaar gewond raakten. Nou, dat is natuurlijk ook niet wenselijk. Dus de vraag kwam van, joh, kan je daar geen riet neerzetten en rietpollen, dat het zand dan niet meer op het fietspad komt? Dat is natuurlijk allemaal helder logisch dat je dat doet. Maar met als gevolg dat hier ook in ons doorgaand leggenprofiel geen korreltje zand meer kon aanwaaien. Ja, en als je hier kijkt, kan je toch een klein beetje zien wat hier gebeurd is. Gebeurt niet op alle locaties, want onze kust is voor de komende 50 jaar echt op hoogte, op orde. Zelfs voor de komende 200 jaar bijna. Overal. Alleen op sommige locaties stijft de zand uit ons doorgaand leggenprofiel. En dat is toch wel een puntje. Want het zand door dynamisch kustbeheer zal niet hier komen. Ja, en we hebben toch wel iets een kustveiligheidsopgave. Dus dit is zeg maar de hoogte. Wat het zou moeten zijn. Waar ik sta. En over 200 jaar moet dat misschien wel hier zijn. Hè, voor meegroeien met een stijgende zeespiegel. Maar wat je hier dus duidelijk ziet, is dat hier een soort kerf ontstaat. En het zand waait uit ons systeem naar die woonwijk. Je ziet de kassen, de bebouwing, die ruimte is er niet om nog verder die kant heen te gaan. Dus zullen we de ruimte misschien richting zee moeten gaan zoeken.
Nou, wat je hier ziet is zeg maar de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog die onder een dik pakket zand lagen in dit profiel. En ja, door dat dynamische proces wat hier op gang is gekomen, stuift die bunker vrij. Met als gevolg dat je echte bunkergravers hebben, die willen weer in die bunker. Dus die verstevigen dat proces ook nog eens een keer. Die gaan steeds graven. Dat kan je ook zien. Ze zijn al bijna bij de opening. En wat je hier ook mooi ziet is het wortelgestel van de duindorens. Ja, die sterven af natuurlijk. En die zie je hier liggen. En wat je ook ziet liggen, dat is best wel apart, is klei. Klei in deze zone. Hier heeft een spoor, een smal spoor gelopen. En met een treintje hebben ze langs de hele kust, tot Arendsduin, hebben ze daar klei gestort. Dat hoort niet echt in dit systeem. Ik woon daar zelf toevallig, dus daarom maak ik me misschien een klein beetje zorgen om dit punt. Het is natuurlijk een beetje overdreven, want daar ligt zoveel zand. En ik geloof ook niet dat daar echt een megastorm komt en alles gelijk wegslaat. Maar als we echt 200 jaar verder gaan denken, ja, en we gaan het echt doen met dynamische processen en stroming en wind, die gaan het allemaal regelen. Ja, dan moeten we wel realistisch zijn en kijken of dat overal kan langs deze kust. Het zomaar verleggen van zo'n leggenprofiel is ook weer niet zo makkelijk. Want het moet wel een doorgaand leggenprofiel zijn. En daar hebben we natuurlijk strandpaviljoens. We hebben de kustwacht, we hebben de strandwacht, we hebben een zeilvereniging. Ja, die zitten daar. En ja, je kan niet die jaar rond strandpaviljoens iedere keer de lucht in laten afbreken en weer wat omhoog. Daar zitten ze ook niet echt op te wachten. Maar we zullen een oplossing moeten vinden. Een ander conflicterend belang is weer, hierachter zit ook nou een korfslak. Ja, en die is ook weer niet gebaat bij 10 centimeter zand op zijn dak. En zo wordt het toch wel moeilijk om aan al die belangen en al die opgaves te voldoen binnen die postzegel. Ja, er zijn gewoon grenzen binnen zeg maar zo'n dynamisch proces. En dat houden we goed in de gaten. Dat zijn we ook verplicht natuurlijk van tot hoever laat je het ook los. En we zijn nu op een locatie waarvan we zeggen van nee, hier moeten we wat gaan doen. He, wat we moeten doen, nou, daar moeten we nog even over nadenken. Kunnen jullie ook misschien dingetjes voor aandragen? Dat zou heel leuk zijn. Wat we zien in Westduinpark, door monitoring van Bas Arnes, zien we wel dat daar, wat hier gebeurt, langzamerhand daar ook gaat plaatsvinden. Er is daar zoveel weggehaald, de wortels zijn eruit gehaald. En daar komt ook geen grijs duin, dat weten we nu. Het zand wordt niet gestabiliseerd, dat weten we ook. En we weten ook dat het een proces aan het worden is, waardoor het zand uit ons doorgaand leggenprofiel waait. Ja, alleen daar bij Westduinpark, zie ik nog wel kans, mede met invloed van de zandmotor, dat daar nog wel weer zand in te brengen is. Maar ja, ook daar heb je allerlei fietspaden die niet onder het zand mogen stuiven. Dus ja, al die conflicterende belangen, ja, die spelen toch wel langs zo'n kuststrook. Maar wat zijn nu de dilemma's? Dat je dat gebied, dat zand, niet hier krijgt door de verschillende doelen, door de verschillende opgaves, door zo'n fietspad, wat heel goed gebruikt wordt. Ja, zijn er oplossingen voor? Ik denk dat het maatwerk moet worden. En dat we niet zomaar kunnen zeggen van joh, deze lijn van Hoek van Holland tot Scheveningen is het doorgaand leggenprofiel. Misschien zullen we hier en daar toch weer naar de zee moeten. Ik weet het niet, maar misschien weten jullie het wel.